Werken bij Radio Olympia is ook topsport. De radiomakers van de NOS moeten in het Hollandhuis 4 trappen op om op hun werkplek te komen. Daar is een provisorische studio ingericht waar dagelijks ruim 13 uur radio wordt gemaakt. Jack van Gelder, hoeveelste spelers zijn dit voor u? Ten eerste zeg maar jij. Ik ben een oude kop, maar ik vind het wel lekker als je jij zegt. De 9e Olympische Zomerspelen. Dus ik ben in 76 begonnen in Montreal en ik heb alles mee mogen maken tot nu toe. Jij kan een hoop, hè, jij? Ja, nou, ik vind van wel, hoor. Pim zou het niet zeggen, maar ik vind van wel. Ik ben een voetbalman, maar EK's, WK's voetbal kunnen echt niet in de schaduw staan van dit. Omdat je komt met allerlei takken van sport in aanraking waar je normaal gesproken eigenlijk geen aandacht aan kan geven vanwege andere prioriteiten. Maar je ziet dus overal de wereldtop. Het mooie is dat je een samensmelting ziet van allerlei mensen die door elkaar, bijvoorbeeld met zijn opening buiten, iedereen, met iedereen foto's maakt. En het is een utopische gedachte om te denken dat de wereld zo zou kunnen worden. Maar dan staat iedereen van iedere huidskleur, geloof of wat dan ook bij elkaar en heeft feest. Dankjewel. Wij gaan straks doorschakelen naar Guillaume Elmond en verslaggever Theo Plachard. Maar eerst even lekker muziek. Gewoon Doors, People Are Strange. Waar ik me erg op verheug is op Pieter van der Hogeband. Ik ben ontzettend benieuwd en het zou geweldig zijn als hij het redt. Maar verder niet echt specifieke momenten. Ik weet wel, en dat weet ik van mezelf, maar dat wordt naarmate je ouder wordt denk ik steeds erger, dat je chauvinistisch en sentimenteel kan worden. Chauvinisme zat er altijd al in en dat sentimentele heb ik bijvoorbeeld voor mezelf, bij mezelf gemerkt bij de 4x100 meter vrij, waar ik dan bij was. Bij die meiden, dan zit ik als een Jan Doedel, heb ik tranen in mijn ogen. Dit is judo, jongens, waar ik nu naar zit te kijken. Die deden wij vroeger op schoolreisje. Oh, oh! Nee, ik kom niet op de schouder. 9 Olympische Spelen. Waar staat Peking ergens in zo'n rijtje qua organisatie en wat je er tot nu toe van vindt? Peking staat redelijk hoog, moet ik zeggen. Montreal heeft voor mij iets bijzonders waar de eerste Spelen eerste keer de grote plas over. Vond ik heel bijzonder. En qua sfeer was Sydney het allermooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Omdat het met de Aussies geweldig werken was en leven was. Geweldige mensen, leuke mensen. Prachtige stad Sydney. Voor Nederland heel veel succes. En ik heb nog heel lekker kunnen werken. Dus Sydney 1 en Montreal 2. Derde plaats. Nou, Beijing ex aequo met Barcelona. En rond 3 uur dus Elmond. Dus we gaan het nieuws, als het zo blijft, gaan we het nieuws uitstellen om 3 uur. Is er een beetje mee te werken met die van Gelder? Nauwelijks. Hopeloos. Ze wachten weer op je, hè? Ja, dat weet ik niet, maar ik moet wel weer aan het werk.